Zeker 30 varkens zijn zaterdagmorgen om het leven gekomen nadat een vrachtwagen op de A50 bij Ewijk kantelde. In de vrachtwagen zaten meer dan 100 varkens. De A50 was tot in de middag afgesloten. Het ongeval leidde tot grote vertraging op de snelweg. Over de oorzaak kon de politie melden dat de chauffeur om onbekende reden de macht over het stuur verloor. Hierdoor raakte hij de vangrail en kwam de vrachtwagen diagonaal op de A50 te liggen. Na het arriveren van de hulpdiensten zijn de nog levende varkens van de snelweg gehaald. Ze werden opgevangen in een veld langs de A50.